Gregory Rusland is voor de tweede keer herkozen als de voorzitter van de Nationale Partij Suriname, NPS. De partij heeft gisteren de verkiezingen gehouden voor het hoofd- en het congresbestuur in Groenjari. Danielle Beeldsnijder mag weer voor de komende 5 jaar leiding geven aan het congresbestuur. In zijn speech gaf Rusland aan dat de nieuwe leiding een mandaat van 5 jaar heeft. Hetgeen betekent dat zij de partij moet leiden naar de verkiezingen van 2025. De opdracht is dat de NPS aan de hand van het aantal zetels zal moeten tonen dat ze een partij is die veel meer waard is in de Surinaamse politiek. De 11 afdelingen die de partij telt zijn tevreden over de wijze waarop het hoofd- en congresbestuur hun werkzaamheden in de afgelopen periode hebben uitgevoerd. Ze hebben de nieuwe besturen dan ook opgeroepen de partij tot verdere hoogte te brengen. Het kiezen van nieuwe besturen moet niet alleen de partij ten goede komen, maar de NPS wil ook een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van Suriname.